Vandaag heb ik een afspraak met linksbuitenspeler van Ajax, Vincentino Dekker. Ik vind het heel bijzonder dat u wilt meedoen aan mijn interview. Oké, okay. Ik vind het hartstikke leuk om het interview te willen delen. Bent u op tijd dan linksbuiten geweest? Nee, tot de C1 heb ik altijd middenveld gestaan, linkshalf. En toen ik nog heel jong was, was ik linksback. Ik begon wel als linksbuiten in de amateurs, met DVS 33, een klein dorpje bij mij. En toen ging naar Ajax, stond ik linksbuiten. Toen werd ik linksback, linkshalf, nu linksbuiten. Ja. Zijn veel verschillen tussen posities? Ja, een hele linker flank. Ja, je leert alles, je leert verdedigen, je leert aanvallen. Middenveld in kleine ruimtes, dus ik ben wel blij dat ik overal gespeeld heb. Bij welke groep heb je allemaal gespeeld? DVS 33 heb ik gespeeld, bij Ajax. 2 maanden heb ik volgens mij bij RAP gespeeld. Ja, met wie? Nee, RAP hier in Amsterdam. En verder alleen bij Ajax. Dus dat zijn 2 keer? Ja, 3 keer. Moet je dan vooral even leren spelen? Ja, ik kan me niet meer zo heel veel herinneren van DVS. Ik kan me wel een paar wedstrijdjes herinneren, maar ik was zo jong. Dus, ik heb het hier erg naar mijn zin. Dus, leuk hier. En bij je RAP? Bij RAP, ja, daar zat ik 2 maanden. Daar heb ik 2 wedstrijden maar meegedaan. Dus, ik vond het wel leuk daar. Gewoon met de jongens, maar ik was blij dat ik weer terug was. Ja, snap je. Hoe lang ik al bij Ajax speel? Dat is mijn 13 jaar. 13 jaar bij Ajax. Dat is heel lang. Ja, dat is heel lang. Waar droomt u van als speler nog te bereiken? Spelen te bereiken? Waar ik van droom. Dat is toch echt die arena. Dat is mijn echt mijn ultieme droom. En, verder heb ik niet echt droom. Ook niet voor... Met vrienden, ja, ik stond overal. Ik bedoel, je loopt een beetje hier. Als je met, toen ik klein was, dan loop je overal door elkaar, een beetje een kluitje, maar ik ben niet echt de positie waar ik stond. Wat is het moeilijkste als linksbuiten? Het moeilijkste. Ik vind toch wel die kopduels. Als je tegen een back staat, één keer de bal zo hoog en het kopduel. Dat vind ik wel het moeilijkste. Sterker worden, krachttraining en een beetje groot terugtrekken. Heb je een belangrijke tip aan een jeugdspeler? Een belangrijke tip? Mentaliteit wint altijd van talent. Dat je kan talent hebben, maar als je geen mentaliteit hebt, dan red je het niet. Wat ik vaak te horen krijg is als clubs in de 4-4-2 spelen, dat ik dan goed een beetje hangend links kan, een beetje middenvelder, om dan te lopen. Dus ja, dat zou misschien een optie kunnen zijn in de toekomst. Dus, moderne voetbal is toch veel linkspoot op rechts, rechtspoot op links en dan naar binnen, 4-3-3. Maar, ik vind mezelf echt een linkspoot en gewoon aan de linkerkant, dus misschien een back op termijn. Dus ik beter kan gaan verdedigen en dat meer leer, dan misschien op termijn wel een linksback. Een beetje midden, een beetje in dezelfde positie. Ja, een beetje Max wel. Ik vind altijd dat je goed actie maakt en dat meteen een voorzet geeft. Nou, dankjewel. Weet je hoeveel je wedstrijd hebt gespeeld? Of komt iemand anders ermee?
meestal, als je, je zit altijd wel lekker in de wedstrijd als je een goede bal, als je geeft een goede bal voor, als je de assist, of je maakt een doelpunt, ja, dan zit je altijd lekker in de wedstrijd, heb je altijd een goed gevoel. En ja, natuurlijk ook als je een goede wedstrijd speelt en je verliest, dan heb je altijd een klote gevoel na de wedstrijd. Maar ja, ik denk als je gewoon weinig balverlies hebt, je schakelt gewoon goed om. En dan heb ik ook wel goed gevoel na de wedstrijd. Bij mijn oude club train ik volgens mij 2 keer in de week. Misschien 1 keer, ik kan me niet meer zo goed herinneren. Ik train misschien een uurtje of zo. Toen, toen ik bij Ajax kwam, trainen we 3 keer in de week. En al heel snel 4 keer. We hadden nog wedstrijd, dus ja, het ging al. Ik kom natuurlijk uit Harderwijk, Ermelo. En dat is wel een stukje rijden. Dus ja, voor mijn vader was het ook wel. Gaaf om elke keer heen en weer te brengen. Daar ben ik hem dankbaar voor. Ja, eigenlijk zeker gedaan. Ik ben wel trots op je. Ja, zeker. Meer explosiviteit trainen. Sneller op de eerste meters. Sterker worden. En, ja, voorzet, scoren. Naar binnen komen met de rest afwerken. Dat gaat beter. Maar dat kan altijd nog beter. Ja, dat zijn wel verbeterpunten. Ik train bij Ajax elke dag en op mijn vrije dagen train ik met de Harm, een man van mij de buurt. Ik train ik altijd woensdag, vorig jaar dan, elke woensdag train ik met hem. Op techniek, door de pionnetjes dribbelen, afwerken met rechts, dat soort dingen. En natuurlijk gewoon zelf kracht buiten Ajax, in de avonturen, dat is wel belangrijk. Ja, vind je dat je talent hebt? Talent? Ja, ik vind wel dat ik talent heb. De een is aangeboren, de ander niet. De een wat meer dan de ander. En, mentaal zit het bij mij ook niet ook goed. Dus, we gaan het zien. Ja, ja, als Brian het vindt, dan heb je wel talent. Ja, zeker. En wanneer dacht je dat je anders was dan spelers om je heen? Ja, dat denk je niet echt. Betere spelers, maar om te zeggen dat heb je niet echt door. Als je tegen Utrecht speelt, denk je, oh, we moeten tegen Utrecht of tegen Heerenveen. Dan heb je niet echt door van, tuurlijk, je bent trots, je speelt bij Ajax, je weet dat je beter bent. Bijna altijd dan de tegenstander, maar toen ik jong was, had ik dat nooit echt door. Heb je ooit gedacht om een stukje met je droom waar te maken? Nee. Ik kan niet naar vriendenfeestjes, omdat ik moest trainen. Ja, zeker. Ik bedoel, ik ben nu blij. Kijk, vroeger was het vervelend. Waar je naar kinderfeestje kon niet. Of, je wou voetballen na schooltijd, kon niet. Want je moest trainen. Natuurlijk, als je jong bent, dan besef je niet echt dat je bij Ajax speelt. Natuurlijk besef je wel, je draagt het shirt en iedereen om je heen zegt, oh, je speelt bij Ajax. Natuurlijk, je wil ook, je bent kind. Ik bedoel, ik denk dat jij het ook wel eens hebt. Dat je met je vrienden wat wilt doen. Ja. Maar ik ben zo blij dat mijn vader ook heeft gezegd van je moet voor je droom gaan. En ik ben blij waar ik nu sta. Dat is mooi. Als je nog een kans kreeg om alles overnieuw te doen, zou je dat dan ook echt doen? Of zou je dat doen? Ja, ik zou het overnieuw doen, ja. Ik heb zeker dingen gedaan dat ik nu denk van, goh, had ik dat maar gedaan, had ik maar eerder wat gedaan, bijvoorbeeld met kracht. Maar ja, voetbal, ik train mijn hele leven al, vrijdag met Aram of met mijn vader, dus daar heb ik zeker geen spijt van, maar kracht zeker. Maar dat zou ik wel ook willen, maar het kan nu nog, ik ben nog jong. Werk je daar nu ook aan? Ja, zeker, zometeen weer, zometeen gaan we naar binnen, hebben we weer kracht. Goede voeding. Ik doe in de bochten, als ik wakker word, ga ik altijd kijken zo. Oefeningen.
is wel goed hoor, als je eerder mee begint, hoe beter het is. Beter om eens voor jezelf te investeren. En, ik denk hoe jonger je ermee begint, hoe beter. Ik heb eens een keer mijn enkel gebroken. Dat was voor mij, ik was 6 weken niet gevallen. Dat was voor mij de onderste tijd. Wat was voor jou eigenlijk de onderste tijd? En hoe oud was je toen? 2 jaar geleden. Ik kreeg heel veel last van mijn knie. Elke training, na wedstrijden, ik kon bijna niet meer lopen. En ik ben net ziekenhuis geweest, foto gemaakt. Het bleek dat er onder het kraakbeen zit een bot en dat was helemaal zwart. En kijken, kan hij nog voetballen, kan hij niet voetballen. Dus zat ik in die onzekerheid. Toen ben ik naar de dokter Saris geweest in Utrecht. Heeft ernaar gekeken, die zei oké, nu ga je 3 maanden niet voetballen. Je gaat gewoon alleen maar aan je knie werken. Dus probeer sterk te maken, de strekking, en probeer te strekken. Bastiaan Bruning ben ik aan de slag gegaan hier bij Ajax. Na 3 maanden zeker vooruit gaan, kon ik weer voetballen. Niet met pijn vrij, maar wel beter. En nu voetbal ik met pijn vrij. Dus, ik ben blij dat ik die 3 maanden rust heb genomen. En nu weer volledig kan voetballen. Dus dat was wel mijn grootste angst, was voetballen. Zo goed dat je dan de hoogste niveau tegenkwam. Ja, zeker. Zeker. En als je natuurlijk wel wat tijd hebt meegemaakt, dan heb je natuurlijk ook wel hoge gewichten. Ja, zeker. Ik denk dat ik vorig jaar mijn beste jaar heb gedraaid in de periode dat ik bij Ajax speel. Topseizoen gehad, topjongens, echt een leuke groep hadden we. Geert Vink als trainer, Van Perenboom. Gewoon echt een topjaar hebben we gehad. Gewoon als team werkten we. Ja, we moesten de laatste wedstrijd moesten we alle 4 winnen. Dat hebben we gedaan. AZ thuis, 3-1 achter. In de 85e minuut scoren we de 3-2. 91e minuut scoren we 3-3. In de 96e minuut scoren we nog 4-3. Ja, dat is ongelofelijk dat wij dat nog geflikt hebben. Toen bij PSV, wij missen natuurlijk Matthijs de Ligt, die was met EK mee, Navajo, Shea. Die misten we allemaal. Justin misten we. Natuurlijk de jongens die door zijn geschoven. Nouri deed wel met ons mee. En PSV had echt een super team. En we zaten in de bus en we hadden natuurlijk wel het gevoel, we gaan winnen, maar toch wel. Hoor. Goede tegenstander PSV, van verloren de vorige keer. Hij is een heel goed team. En we wonnen daar. Dus dat was echt fantastisch. Echt, ik denk dat wel mijn hoogtepunt was vorig jaar, gewoon sowieso het hele jaar. En hoeveel won je van PSV? Wat een kampioenswedstrijd, wonnen we met 1-0. Ja, ging je dat niet dan? Ja. Dat die wedstrijd niet. Ik heb voor mezelf 8 dagen vakantie gehad en ben teruggekomen. 2 weken getraind individueel, elke dag in de arm. Naar de berg, heuvel op heuvel af. Techniek gewoon op het veld bij mijn oude amateurclub. En toen moest ik wel bij Nederlands Elftal melden. We hadden nog een EK, die heb ik nu net gehad. Ik ben bij Jong Ajax begonnen. Dus volgende week eerste competitiewedstrijd. Ja, ik heb er zin in. Dat is een mooie voorbereiding. Ja, zeker. Moet ook, hè. Hoe is het om een Nederlands elftal shirt te dragen? Ja, trots. Trots dat je het shirt van je land mag dragen. Je land vertegenwoordigt. Ook tegen zoals landen zoals Frankrijk, Portugal, Engeland, Duitsland. Ja, dat is geweldig. En vooral als volkslied komt en je staat met de jongens en het publiek. Iedereen zingt mee. Skippen van. Heb je dan ook het EK gewonnen? Nee, we hebben het EK niet gewonnen. We zijn helaas eruit gegaan. Maar het was wel echt een mooie ervaring om mee te maken. Ja, snap ik. Het is ook wel heel goed. Maar is dat gewoon jouw talent hier? Ja, is goed. Gaan we doen. Let's go.
lekker man. Ik heb alles. Ja, is goed man. Succes verder hè. Dankjewel. En volg je erom.